Is de brand uit? Kwartier of zo, dan hebben we een melding ongeveer. Ik heb het nog net op het piepers gehoord, maar kwartier of zo zei de boer het ontdekt. En doe? Nou ja, de boer had de alarmslijn. En toevallig dat er een brandweerman van Olde Bekeepje schuin achterwijnt en die zeer het direct middelbrand maken. Dus ik ben direct met 2 auto's uitgerukt en 2 wetterwijns, omdat hier de wettervoorziening net zo denderend is. En, maar echt brand weer er net, maar ja, volle reek. Heb je een idee waar het ontstaan is? Ja, de boer zit in de wasinstallatie van de luchtbehandeling. En die is in de brand gegaan, dat gaat via pijpen. En die pijpen die ben weer heet worden waarschijnlijk. En die hebben de isolatiemateriaal onder het dak in de brand zetten. En dat isolatiemateriaal heeft een behoorlijke regental. En daardoor heeft heel gauw dat die beesten steken de reek in zijn gebouw. Want het gebouw is verder gewoon afsluiten. En om hoeveel beesten gaat het om? Nou, totaal de boer zitten er 360 beesten in en wij denken dat we er tussen de 20 en 30 beesten nog uit hellen hebben. Maar wat er nog van het red, weten we nog niet. 140 ben verstaan? 340 ben verstaan, oké. Okay. Ja. Die konden ze er net meer op het tijd uit krijgen? Die konden er net meer op het tijd uit krijgen, ze zitten achter de hekken en nou, toen wij kwamen weer de meesten al lijden op plat. En volgens mij de boerinnen? Nou, die hebben behoorlijk wat zorgen en die zitten behoorlijk diep bij de tafel, zoals ik krijg bij ze west ben. En het gebouw, dat is uitbaand. Zit er nog wat asbest in? Nou, hoogstwaarschijnlijk asbest, maar net zeker. Het is een gebouw van platen van 86 en dat is krek het punt van is het wel asbest of is het net asbest broekt. En zou ik het nou zorg naar de platen, denk ik dat het geen asbest is. Maar dat lieten we onderzoeken door een deskundige.
En hoe let wie het brandmeester? Ongeveer een uur lieten wie wel brandmeester, want echt brand wie er net verder. Dus dat voelt bij mij. Het gebouw is tot los? Nou, ik denk het net. Als er naar je dakbedekking opkomt, dan is het gebouw weer verder kleer, denk ik, en leeg helle is. En de brand is bij Heimblun, daar één loods? Eén loods. Eén loods, er staat nog één achter en er staat nog één naast. Maar het is bij Heimblun dan één loods. Dat zie ik los van elkaar, gelukkig. De besten die binnen daar dus drie blun in op een stal? Ja, die ben gewoon erin blun. Dat zit totaal met mij en elkaar in contact. Dus en omdat er weinig brand is, heb je dus geen kans op uitbreiding. Bedankt. Tot je dienst.